Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSP Dior en Morgen. En vandaag ga ik op pad met deze dikke Mitsubishi Outlander. Gemaakt door Enomods en mijn grote Matty Shairan die daaraan heeft meegeholpen. Ja, vandaag is met Kim op de ambu. En je zult zeggen van, wow, is die ambu nou super groot? Die Rapid of is Kim nog super klein? Nou, ik denk dat er wel nog een foutje in zit in die Rapid. Want voor mijn gevoel is Kim niet heel erg klein. Maar het kan zomaar zijn dat hij toch wel... dat het ook wel wat kleiner is dan gedacht. Maar ik denk eerlijk gezegd dat die Rapid, de Outlander toch ook wel wat groter is. Maar goed, het is nog een work in progress. Dus dat wil zeggen dat er fouten in mogen zitten. En tot ik ook niet uitgebreid die hele ambu ga laten zien, die Rapid. Want ja, hij is nu niet af. Maar ja, ik met mijn ongeduldige hoofd, zal ik maar zeggen... Ik kan weer niet wachten op die Rapid en ik zei ja, ik wil hem hebben, ik wil hem hebben. En jullie wilden ambulance zien, hadden jullie gestemd via Instagram. En ja, sommigen zeiden ook nog eens ambulance Rapid responder. Nou, toen stelde Enno eigenlijk voor om met deze te gaan. Ja, natuurlijk, daar zei ik geen nee tegen. Ja, dingen als, kijk, hier zit de uitlaat. Even kijken, hieronder, je ziet hem nu zitten. Onder het rechte achterlicht, zeg maar. En de rook komt daaruit. Maakt allemaal niet uit. We gaan nu naar een chest trauma. Dus gewoon een A1 maken we ervan. Is niet heel ver hier vandaan. We rijden samen met de ambulance. Dat wil zeggen dat we dus vanaf met twee voertuigen aanrijden. Ja, een beetje een nadeel. Want een rapid responder wordt natuurlijk vaker ingezet om gewoon lekker snel te plaatsen zijn. Eerst hulp te bieden en dan te kijken of er een ambulance nodig is. Bij deze mod wordt gewoon automatisch de rapid en de ambulance al gekoppeld. Ja, vandaar dus een beetje in het teken van Limburg-Zuid, oftewel Maastricht. Want de Rapid komt uit Maastricht. En de ambu waarmee wij samen rijden komt ook uit Maastricht. De ambu is er echt nog niet. Dit is echt het eerst in mijn hele carrière dat ik eerder ben dan de ambu. Omdat die ambu gewoon vast zit. Ik heb één keer ooit dus was ik eerder dan de ambu. Maar goed, hoi, vertel. Nou ja, jij vertelt toch niks. Dan gaan wij gewoon eens kijken. Goedendag meneer. Hey, mijn Kim, ambulance ding. Het ligt gewoon een Kim. Omdat Kim vandaag op de ambu is eerder dan de ambu. Of op de Rapid is eerder dan de ambu. Even kijken, dit is helemaal niet goed. Ik wil... weet wat hier gebeurd is. Oké. Hij is voedselallergie. Hij was aan het rennen en opeens bam, meerdere breuken, meerdere blauwe plekken. Die is hier misschien wel mishandeld of zo. Ik ga hem zo op pijnmedicatie toedienen. Respiratoire support. Want ik neem aan dat deze man toch wel moeite heeft met ademhalen. En waarschijnlijk ook wel pijn heeft. Overal. Nee wacht, ik doe zuurstof geven. Nou, hij heeft waarschijnlijk moeite met ademhalen. Want ja, hè, zijn hele borstkas breuken en alles. Doet pijn. Maar ik wil ook wat pijnmedicatie geven. Ik denk dat die ambu hier om de hoek op zijn kant ligt of zo. Ik weet niet precies wat dat is, maar daar moeten we even mee opletten. Ja. Nou goed. Moet de ambu in? Nou goed, waar is die ambu? Hij loopt zelf al daar naartoe. Oké, eerste patiënt afgehandeld. Op straat overdragen aan de dienst of aan de ambulance collega. Get a move on. En aan de kant. Nee, ik wil gewoon in mijn eigen Rapid. Dat ding is echt huge, jongen. Nogmaals, hè, Kim kan ook wel super klein overkomen opeens. Want nee, dat is onzin wat ik zeg. Ik wilde zeggen, ze heeft normaal hakken aan, maar mijn politieuniform is ook geen hak aan. Nee, net stond hij ook al naast een Volvo XC60. En die zijn ook al groot. En daar was hij ook groter dan.
als iets. Nou, voertuigongeval, daar kunnen we ook wel even naartoe. We staan alleen wel een beetje vast hier in het verkeer. We zijn nu onderweg A1 naar een voertuigongeval. Jongen, 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 die bussen toch. Ambulance is er al. Ditmaal is die er wel al. Ja, ik vind het gewoon echt de mooiste rapid responder die er is. Samen met de Hyundai Tucson van Rotterdam, natuurlijk. Maar deze vind ik gewoon echt wel dik. Deze rijden ook in Friesland. En in Zuid-Holland Zuid, geloof ik. En natuurlijk in Limburg Zuid en Limburg Noord. In Noord rijdt hij als... over de G. En hier rijdt hij als beide. Rapid en over de G. Nu hebben we wel nieuwe over de G wagens. Namelijk de B-klasse. Wij hebben hier B-klasse ambulance rapids. Ja, nou dit lijkt meer een ongevalletje ambu en auto. In plaats van... een auto-ongeval waar de ambu naartoe kwam. Of er is meer gebeurd in de tijd dat wij hier naartoe onderweg waren. Ik sta even in de ambu, maar we gaan het oplossen. Ik ga samen met mijn collega hier kijken. Ik kan niks doen aan de sirene dat ze aan hebben. De verpleegkundige, hij dus stapt uit, de chauffeur blijft zitten. Het gevolg daarvan is dat de chauffeur automatische sirenes aanlaat. Ook dit ziet er niet goed uit, ademhaling maar van 8, zat raad van 71, is cruciale, dodelijk. Dus we gaan meteen zuurstof toedienen. Ik wil natuurlijk nog even weten wat hier allemaal aan de hand is, wat hij voor verwondingen heeft. Wat heeft hij, ja, blauwe plekken, meerdere hemorheetjes, wacht, dat is iets anders geloof ik, hè. Even snel spieken. Dat zullen wel sneden zijn of zo. Oh wacht even, wat is dit dan? Nee, wel blauwe plekken. Denk ik. Ja joh, ik kom er allemaal niet achter. Ja. Hij had opeens hoofdpijn tijdens het rijden. Dus het kan ook wel een bloeding zijn in het kopje. We gaan nog wat medicatie toedienen. Dan nog trauma treatment en dan gaan we waarschijnlijk te horen krijgen dat hij mee kan met de ambu. Ja, dat kan hij ook. En dan ben ik alweer wel klaar met die sirenes van de collega's, maar ja, er is niks aan te doen wat ik al zei. Zolang de chauffeur niet uitstapt, en dat doet hij niet. Zo, en nu zet hij sirene uit. Ambulance neemt de patiënt mee naar het ziekenhuis, oftewel het dichtstbijzijnde ziekenhuis, oftewel hier. En wij gaan terug naar de post. Zijn we terug op de post en er staat een busje die heeft zijn alarm. Dat alarm gaat af. Vreselijk irritant. Maar goed, maakt niks uit. Wacht op de volgende melding. Het is tot nu toe nog rustig gebleven. We gaan nog 1 of 2 aannemen en dat is toch goed geweest voor vandaag. En dan komt hij voor een overdosis. Die kunnen we zeker aannemen. Samen met de ambulance gaan we die kant op.
Alleen maar wel even de deur dicht gaan. En dat gaat hij niet. Dan moeten we de auto maar even helpen dan mij. Spoed onderweg naar een overdosismelding. Ambulance is al ter plaatse. Als hij ons niet meer nodig heeft, dan hoor ik dat wel. Als ik niks hoor, rijden we uiteraard gewoon door. Het is druk op de weg. Dat was niet raak, geloof ik. Maar goed, dat zal wel aan mij liggen dan. Ik zeg dat vaker dat het niet raak was, terwijl ik toch echt een boom hoorde. Oké, dit is helemaal niet goed, zie ik. Leven is 19%, laten we dan maar even zeggen. Hartslag van 26, ademhaling van 12, saturatie 77. Bekend met drugs en alcoholmisbruik. Hij is op midden van de straat neergevallen. Niet allergisch voor iets. Is niet meer bij kennis. We gaan meteen zuurstof toedienen. Oké, en daarbij gaan we meteen medicatie alvast toedienen en dan gaat hij met spoed naar het ziekenhuis. Medicatie gegeven en samen met mijn collega ga ik haar dan, of mijn collega gaat al vandoor. Ga in ieder geval richting het ziekenhuis. What's up, big dog? Zo, het beste mevrouw, ook al zal ze waarschijnlijk niet meer aanspreken. Die almuurster van de wereld, gekkies. Kijk, waarom gaat Oranje nou niet? En waarom gaat die deur nou niet dicht? Meldkamers zijn we vrij voor vervolgmelding, overgedragen, collega's. En die krijgen we ook, reanimatie, laatste melding van vandaag. De eerste ambulance al, dat is zeer snel. Dat is namelijk belangrijk bij een rij. Wij moeten nog een kleine 3 kilometer afleggen.
Zo, we zijn er bijna. Hopelijk. Oh, ja, nee, dat ging helemaal fout. Ik zag het al gebeuren. Ik had niet gevoeld dat ik zo snel door de bocht ging. Maar eigenlijk... Ja, nou ja, ik dacht dat ik hem nog wel onder controle had, de auto. Sorry daarvoor. Iedereen snijdt hier altijd af in 5M. Dus blijkbaar is dit wel snel. Nou, in principe best wel. Alleen even hard sturen. Plaatsen. We gaan meteen mijn collega boven assisteren die de reanimatie is gestart. We zijn zelfs met z'n tweeën aan het reanimeren. Dat heeft weinig zin, want eentje doet het op een plek waar ik hem maar niet zal benoemen. En de andere doet het op een plek waar ik het eigenlijk ook maar niet zal benoemen. Maar niemand doet het goed. En ik sta op het dak. Mooi man. Ja, nou ja, dit is in ieder geval reanimatiebehoeftig, dat is duidelijk. We gaan opladen. Hij adviseert geen shock. Vervolgens, voordat ik het weet, leeft de patiënt alweer. Geen shock geadviseerd. Doorgaan reanimatie. Ja, reanimatie succesvol. Patiënt leeft en gaat mee met de ambulance. Wie zit hier nou allemaal met zijn banden te spinnen? Soepeltjes. Goed, ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. En ik hoop dat jullie een hele gave rapid responder vinden. Laat maar weten in de comments wat je ervan vindt. En ik ga hem zeker nog vaker laten zien. Ik zou zeggen tot over een aantal dagen bij een nieuwe video. Zoals altijd eigenlijk wel bijna. Tot dan. Doei.